En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een AliExpress shoplog voor jullie. Ik heb een hele mand vol met pakketjes. En ik deed deze bestelling in november. En ik had echt een aantal pakketjes. Er is één pakketje nooit binnengekomen, maar er zijn nog genoeg pakketjes over om jullie te laten zien. Het was mijn tweede bestelling op AliExpress.nl. En er kwamen echt letterlijk tot vorige maand nog pakketjes binnen. Dus ik heb echt gewacht tot alles binnen zou zijn op dat ene pakketje na dan. En het leek mij leuk om jullie te laten zien wat ik zowel weer heb geshopt op AliExpress. Dus mocht je ook van AliExpress shoplogs houden, doe alvast je duimpje omhoog. En als je benieuwd bent naar wat ik zowel bestelde op AliExpress, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. De linkjes van de producten die nog beschikbaar zullen zijn, zal ik eventjes in de beschrijving neerzetten. De prijs en hoe lang het heeft geduurd voordat een product bij mij was, zal ik eventjes naast het product neerzetten in beeld. Zodat ik dat niet helemaal hoef op te zoeken in deze video. Dat vind ik net zo makkelijk. En dan ga ik gewoon beginnen met het allereerste pakketje. Ik ga de pakjes een beetje random uit het bakje halen. En ik begin met dit hele kleine pakketje. En ik was zelf heel verbaasd dat dit op mijn brievenbus paste. Het is namelijk een heel klein glaasje. Ik was ook heel verbaasd dat die heel aankwam. En dit glaasje kun je gebruiken om liquid in te doen. Ik ben een beetje bezig met acrylnagels. En ik zag dat je daar gewoon hele kleine glaasjes voor had. Waar je dus je liquid in kunt doen om de acrylnagels te zetten. En ik kwam deze tegen op AliExpress. En ik dacht, nou, dikke prima. Voor de prijs hoef je het niet te laten. En ik was eigenlijk wel benieuwd of dit wat zou zijn. Nou ja, hij is heel aangekomen. Hij was goed verpakt. Er zaten twee zakjes met van dat bubbeltjes plastic omheen. En aan de binnenkant van dit pakje zat ook bubbeltjes plastic. Dus dat is gewoon goed gegaan. En ik vind het wel een heel schattig glaasje voor eigenlijk heel weinig geld. Dus ik ben hier heel tevreden over. Dan heb ik dit pakketje. En hier zit een koordje in voor je telefoon. Ik zal hem er even uithalen. Dan kun je even zien hoe dat eruit ziet. Dit is gewoon zo'n koord die je dus aan je telefoon kunt bevestigen. Maar tegenwoordig heb je eigenlijk niet meer van die gaatjes in je telefoon zitten. Dat had je vroeger wel. Dan had je zo'n heel klein openingetje waar je een heel leuk hangertje aan kon hangen. Deze kun je aan een hoesje hangen. Even kijken hoe dit werkt hoor. Oh ja, zo. Je klikt dit knopje in en dan gaat deze ring eraf. En hoe gaat hij er dan weer terug op, vraag ik me af. Die kun je dus dan gewoon aan een hoesje bevestigen, zodat je ook de telefoon los kunt doen. Halen. Oh ja, zo. Dus als je hem indrukt, gaat hij eraf. Maar als je hem dan weer zo ervoor houdt en je drukt hem in, gaat hij er weer in. Je had deze in verschillende kleuren, maar ik vond deze kleur wel het leukste. En ik ben heel vaak mijn telefoon kwijt, dus het leek mij wel handig zo'n koord. Dus ik ben voor zwart gegaan. Dan heb ik dit pakketje en hierin zit acrylpoeder. Ik heb ook spullen voor de acrylnagels besteld op AliExpress. En onder andere bestelde ik poeder. Dit is de kleerpoeder. Het is gewoon, ik kan eentje wel eventjes laten zien. Er zit een beschermlaagje op en als je die eraf haalt, is dit de poeder die erin zit. Ik ga hem niet schuin houden, want dan gaat de poeder erin. Dit is de roze kleur, zie ik nu. Dat staat er eigenlijk, oh, dat staat er wel op, sorry. Ik dacht dat dit clear was, omdat dat erop stond. Maar dit is de pink variant. Het zijn potjes van. Even kijken of dat erop staat hoor, hoeveel erin zit. Zie ik zo niet staan. Ik moet wel zeggen dat ze een beetje al poederig waren toen ik ze binnenkreeg. Ik kan niet zien hoeveel erin zit, maar dat staat vast nog wel op de site als het linkje nog beschikbaar is. Dan heb ik ook een potje met clear. Hier zit dus doorzichtige poeder in. En als laatste heb ik ook een potje met wit. En hier zit dus witte acryl in. En
ja, ze voelen dus nu een beetje poederig aan, maar zo voelden ze al toen ze aankwamen. Dus dit zijn de acrylpoeders die ik bestelde in 3 kleurtjes. Ik dacht, ja, ik doe gewoon gelijk 3 kleurtjes, dan ja, kan ik een beetje afwisselen. Dus hier ben ik ook wel heel erg blij mee. Dan het volgende pakketje en hier zit een lipstift in. Ik was heel erg benieuwd naar wat lipproducten van AliExpress. Ik hoorde hier goede verhalen over van andere YouTubers. Dus ik dacht, ik bestel ook een aantal lipproducten. En dat is allereerst deze lipstift. Dit is een matte lipstift. Hij is van het merk Miss Rose. Hij zit dus in een doosje. Ik heb hem in de kleur 35 Passion. Ja, dat staat hier. Nu wel. Oh, ik kom wel zo houden. Ik vond de huls er heel bijzonder uitzien. Want als je hem ziet, lijkt hij een heel klein beetje op een MAC lipstift. Gewoon de vorm, zeg maar. De kleur staat erop, ook het merk nog. Het is gewoon een rode huls, mat. En zo ziet de lippenstift er dan uit. Hij ruikt echt niet vies. Hij ruikt eigenlijk gewoon zoals een lipstift van Essence of Catrice ook zou kunnen ruiken. Dus dat valt me echt niet tegen. Ik ben heel benieuwd hoe deze lipstift gaat bevallen. Misschien dat ik er een review over schrijf op mijn blog. Maar zou je het leuk vinden als ik een video maak over wat bestelde make-up van AliExpress? Mag je dat altijd laten weten in de comments. Want dan kan ik altijd kijken of ik dat misschien wel ga doen. Dus dat was deze lipstift. Dan het volgende pakketje. En hierin zit een tipknipper. Ik wil mijn acrylnagels gaan zetten met tips. En hiervoor heb je een tipknipper nodig. Je kunt het ook met een gewoon schaartje doen. Een nagelschaartje bedoel ik. Maar mij leek zo'n tipknipper wel handig. En hey, ik dacht, ik kijk gewoon of AliExpress of die dat hebben. En uiteraard hadden die dat. Ik ben voor een roze gekozen. Zo ziet hij eruit. Hier leg je de tip tussen. En dan knip je hem gewoon af. Ik vond deze roze variant heel erg leuk. En ik kan ook niet wachten om weer aan de gang te gaan met mijn acrylnagels. Momenteel doe ik het eventjes niet omdat ik in een verhuizing zit. En ik het heel onhandig vind om dan acrylnagels te hebben. Maar zodra dat allemaal weer achter de rug is en ik gezetteld ben, ga ik daar zeker weer mee aan de gang. En ga ik deze weer gebruiken. Het volgende pakketje. En dit is liquid. En ik ga hem eventjes openmaken, want hij zit in een zakje. En dit is de acryl liquid. Het is een heel klein flesje. En ik denk dat hier de 75 ml in zit. Ik moet zeggen, ik vind deze niet zo heel fijn, want ik heb hem al gebruikt. Ik vind het niet een hele fijne liquid. En het flesje zat niet helemaal vol. En ja, ik werd hier niet heel vrolijk van. Maar ja, om het te proberen vond ik het van AliExpress prima. Maar ik zou hem niet aanraden omdat ik hem niet heel erg geweldig vind. Ik zou toch weer een liquid aanschaffen via een andere EU-site, zeg maar. Die gewoon ook professionele liquids hebben. Want ik vond deze gewoon niet zo heel erg prettig. Maar deze heb je wel nodig voor acrylnagels. Dan heb ik dit pakketje en hierin zit een rokje. Het is heel raar, op het kaartje staat dat het een broek is, maar het is wel degelijk een rokje. Het is een nep leren rokje en die ziet er zo uit. Ik zal ook even een aanbeeld plaatsen hoe het eruit ziet als ik hem ook daadwerkelijk draag. Ik heb deze ook al een paar keer aangehad, moet ik heel eerlijk zeggen. En hij zit eigenlijk prima, het is one size. Dus ja, dat is eigenlijk prima, hij zou iedereen passen, want hij is heel uitrekbaar. De rand blijft niet heel mooi met wassen, die krult een beetje om. Ik heb hem alleen in de handwas gedaan, maar ik ben heel blij met dit rokje. En ik zal dus even een aanbeeld plaatsen, zodat jullie kunnen zien hoe het eruit ziet als ik deze aan heb. Het volgende pakketje. En hierin zitten tips. Dit zijn dus de opzetstukjes voor de acrylnagels. Dit zijn witte tips. En je hebt 10 verschillende maatjes. Ik heb hier nummer 4 en nummer 3. Ik zal er dus even een uithalen zodat je kunt zien hoe dit eruit ziet. Um,
zo ziet zo'n tip eruit. En die leg je dan, ik zal hem gewoon even, deze past natuurlijk niet, maar zo leg je die dan op je nagel. En doordat je verschillende maatjes hebt, past er dus altijd een maat op jouw nagel. Dat is heel erg fijn. En ja, ik vind het fijn dat je echt zo heel veel verschillende maten hebt. Ze zijn ook echt op nummer verdeeld. Dus dat is super handig. Zodat je eigenlijk altijd weet wat, wat past. En ik moet zeggen dat ik deze wel heel goed vind. Ik heb ze al een keertje geprobeerd. En ik vind het eigenlijk wel hele fijne tips, die witte. Dan heb ik een klein pakketje. En hierin zit... lijm. En dit is dus de lijm voor de tips. Je hebt 4 kleine flesjes. Ze zijn echt kleiner als dat ik had verwacht. Deze heb ik nog niet geprobeerd, dus ik weet niet of ze heel erg goed zijn. Want het duurde echt heel erg lang voordat deze binnen waren. En ik wilde op een gegeven moment al graag wat proberen van de acrylnagels. Dus toen heb ik eventjes een lijm bij het kruidvat gekocht. Dus ik weet nog niet hoe deze gaan zijn, maar misschien dat ze wel goed bevallen. Ik ben blij dat je 4 tubertjes hebt, want ze zijn wel echt super klein. En ik had ze wel echt wat groter verwacht, maar nou ja, goed. Ik ga het gewoon eens proberen en wie weet bevalt deze ook wel goed. Dan dit pakketje en hierin zit wederom een lipstift. Dit is ook een matte lipstift. Deze is van Aliver, als ik het goed zeg. Deze is in de kleur 36 Iris. Dit is wel weer een ander merk als de lipstift die ik eerder liet zien. Maar het doosje lijkt eigenlijk precies hetzelfde. Ook de huls lijkt heel erg op die andere. Deze ziet er zo uit. Het is een wat vrij donkere kleur. En die ziet er dus zo uit. Ook deze. Nee, hij ruikt niet vies. Hij ruikt een beetje fruitig. Nou ja. Ik ben wel blij met deze 2 lippenstiften. Omdat ik benieuwd ben of dat dit wat is. Even kijken. Ook deze kwam heel erg netjes aan in een doosje. Dus daar ben ik ook wederom wel weer heel erg, erg tevreden over. Er staat ook een ingrediëntenlijst op. Maar die kun je niet zien doordat er een sticker overheen geplakt is. Maar er staat wel een ingrediëntenlijst op. Dan heb ik dit pakketje. En hierin zitten... nagelfijlen. En dit zijn van die schuin afgesneden nagelfijlen. Want die zouden heel erg fijn zijn voor de tips om te veilen. Even kijken hoeveel je er hebt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je hebt 8 nagelfijlen. Ik heb geen idee of deze fijn zijn. Want ook deze heb ik nog niet gebruikt. Want dit was ook een van de pakketjes die vrij laat binnenkwam. Maar ja... ik ben wel benieuwd of dat dit een beetje bevalt. En gelukkig heb ik hier ook aardig wat. Dus mocht hij echt naar 1 vuilbeurt al gelijk af zijn. Dan heb je er nog een aantal over. Maar ja, ik las dat deze vijlen heel geschikt zijn voor de tips van de acrylnagels. Dus ik dacht ik probeer deze gewoon. En ja, ik kijk of dat deze een beetje bevallen. Dan het volgende pakketje. En hierin zit een... bokkenpootje. Hij zit nog in een soort van hoesje, wat ik wel netjes vind. Dit is een ijzeren bokkenpootje met een puntige kant en een ronde kant. En met die ronde kant kun je dus heel gemakkelijk je nagelriemen naar achteren duwen. En met het puntige kantje kun je het dan heel voorzichtig weghalen. Je moet heel voorzichtig zijn met deze bokkenpootjes, want deze zijn wel... wat ruwer in gebruik als dat je een gewoon plastic bokkenpootje hebt. Maar ik zag eigenlijk bij de beelden op YouTube dat heel veel mensen zo'n bokkenpootje gebruiken. Dus ik dacht ik bestel zo'n bokkenpootje bij AliExpress om te kijken of dat dit bevalt. En tot nu toe vond ik hem eigenlijk best wel goed hoe ik hem heb gebruikt. Dus ja, ik ben er wel tevreden over. Dan heb ik dit pakketje. Dit is een gele envelop. Ook wel een keer leuk voor de afwisseling. Hierin zit een kwastje en ik gebruik deze om het stof van mijn nagels af te halen bij het zetten van de acrylnagels. Ik vind deze wel heel erg leuk. Hij is rood en hij heeft ook een soort van rode bolletjes zeg maar in de
in de steel zitten. Dat vond ik wel heel erg leuk. Het is wel een heel harig kwastje, dus ik zou hem ook absoluut niet gebruiken voor make-up of zo. Maar ik vind hem om het stof van mijn nagels af te halen eigenlijk prima. En ik vond hem er ook wel heel erg leuk uitzien. Dus ik vind dit kwastje ook wel heel erg leuk. Dan heb ik dit pakketje en hierin zit een lipgloss. Hier was een beetje onduidelijkheid over, want dit zou een soort dupe zijn van de lipgloss van Kylie Jenner. Hij lijkt er ook wel op. Deze is van het merk Lydia. Het is een metal matte lipstick. Ik heb hem in de kleur. Even kijken wat erop staat hoor. Nee, dat staat er dus... Oh jawel, hieronder... Coco. Nou, ik dacht dus dat hier ook een lipliner bij zat. Maar bij de verkoper waar ik hem heb gekocht was hij dus zonder lipliner. Maar je hebt hem dus ook met lipliner. Dan zit hij ook in een doosje. Dus ik ga nog eentje bestellen, maar dan met lipliner. Ik zal hem eventjes laten zien. Hij ruikt ook helemaal niet raar. Hij ruikt best wel lekker. En dit is dan de kleur. Het is een vrij lichte kleur. Maar ik hou ook wel heel erg van die matte lipsticks. Ja, het was alleen heel erg jammer dat ik het verkeerd had gelezen dat hier geen lipliner bij zat. Maar ik ga er dus nog eentje bestellen met een lipliner. Dus ja, deze matte lipstick van Lydia. Dan heb ik dit pakketje. En hierin zit een hoesje. En dit is een sleutel... hoesje. Ik zal hem er even uithalen. Mijn sleutelbos is gewoon eigenlijk te groot. Als ik een klein tasje bij me heb, kan mijn sleuteltje niet in. En ik dacht, ik wil dat veranderen. En toen zag ik dus dat je gewoon sleutelhoesjes had op AliExpress. Hij werkt met twee knoopjes die je eraf kan halen. En dan heb je hier gewoon nog een hanger waar je iets aan kan hangen. Of dat je hem aan je tas of zo kan hangen. En hier kunnen dus de sleutels in. Die kun je hier gewoon aan hangen. En het is... Ja, dan zitten je sleutels gewoon heel veilig opgeborgen. Nou, voor mijn nieuwe woning heb ik maar één sleutel. Dus er zullen niet heel veel sleutels aankomen. Maar het is wel een heel erg handig hoesje, moet ik zeggen. Hij ziet er heel erg handig uit in ieder geval. Dus ik ben heel benieuwd of dat dit voor mij werkt. Ik vind het wel fijn dat ik nu gewoon een wat kleiner hoesje heb waar ik mijn sleutels in kan steken. En dan raak ik ze ook minder makkelijk kwijt. En hij past gewoon heel gemakkelijk in een klein tasje. Dus dat vind ik eigenlijk heel erg fijn. Je had meer verschillende kleuren, maar ik vond zwart gewoon het mooiste. Dan is het tijd voor dit pakketje. En ja, dit is eigenlijk echt een hele grote miskoop. Dit was namelijk een... Het was bedoeld als een kwastje voor het zetten van de acryl. Ik laat het dopje vallen. Dit kwastje, ik zal hem even uithalen. Maar hij is echt na twee keer, is hij al helemaal uit zijn nux. Dit was het kwastje. Ik krijg hem er niet meer in. Hij is helemaal eruit gegaan. En ja, hier heb ik gewoon eigenlijk helemaal niks meer aan. Ik heb hier wel al een berichtje over gestuurd. Als het goed is sturen ze me wel een nieuwe op. Maar dit kwastje was zeker geen succes. En ja, ik ga nu gewoon even op een Nederlandse verkoopsite een goed kwastje kopen voor acryl. Ik wist ook niet zo goed wat ik hiervoor moest hebben. Dus het was ook wel een gok. Maar dit kwastje is echt, echt de grootste miskoop van deze hele AliExpress shoplog. Dus ik ben benieuwd of ik nog een andere binnenkrijg. Maar ik vond dit echt... ja, het was heel zonde. Maar ja, hier had ik echt helemaal niks aan. Dan dit pakketje en hierin zit een lipgloss, een long-lasting lipgloss. Ik heb hem in de kleur 02 Candy. Dit is ook weer zo'n matte lipgloss als het goed is. Deze zat dan wel weer netjes in een doosje. Die ziet er zo uit. Hij lijkt wel heel erg op die andere lipgloss. En ja, ruikt ook zeker niet vies. Zo ziet hij eruit. En dit is ook gewoon weer zo'n mat opdrogende lipgloss. En ik heb gewoon 4 lipproducten besteld omdat ik hier heel benieuwd naar was. En nogmaals, zou je hier een video van willen zien? Laat het zeker even weten bij de comments. Dan kan ik ze eens testen in een video. Maar ik was hier gewoon heel benieuwd naar om gewoon eens wat lipproducten te testen. En ja, ik was eigenlijk wel tevreden dat deze dan wel weer netjes in een doosje kwam. Dan dit pakketje. En hier zitten ook weer nageltips in. Dit zijn doorzichtige nageltips. Nou ja, ook weer gewoon genummerd zoals je kunt zien. Ik zal er even één uithalen. Ik vind deze iets minder fijn als de
witte die ik had. Deze zien er zo uit. En dat komt ook eigenlijk omdat je hier niet heel duidelijk een plakrandje hebt. En heel duidelijk kunt zien welk deel op je nagel moet. Ik ga ervan uit dat dat dit deel is. Die ziet er dan zo uit. Deze zijn dan wel weer heel erg geschikt. Als je je nagels ook echt daadwerkelijk wilt lakken. En je hebt acryl aangebracht. Maar ik dacht, ik ga gewoon voor twee kleuren tips. Dan kan ik het afwisselen. En dan weet ik gewoon wat ik zelf het fijnste vind. Dus dat waren de doorzichtige tips. Ook weer een heel zakje vol. Je krijgt echt wel heel veel tips voor het geld wat je ervoor betaalt. Er staat niet duidelijk op hoeveel erin zit. Maar dat zal zeker op de website staan bij de verkoper. Mocht die nog beschikbaar zijn. Dus ik kan in ieder geval wel vooruit als het aan de tips ligt. Dan ben ik toe aan het allerlaatste pakketje. En hierin zit een doosje. En deze is dus voor die nageltips om ze netjes op orde te houden. Deze is 0 tot en met 9. Deze zullen voor de lichte tips zijn. Want die andere zijn 1 tot en met 10. Dus ik wil ook nog een doosje om te kijken waar de nummers 1 tot 10 op staan als die bestaat. En hier kun je dus gewoon je tips in bewaren. Zodat het er gewoon netjes uitziet. En je niet met al die zakjes zit. Dus ik vind het wel leuk om dat ook in te gaan richten. Ik ga het gewoon doen zodra ik ben verhuisd. Zodat ik alles netjes een plekje kan geven. Maar dit doosje vind ik wel heel fijn. Dan kun je natuurlijk ook gewoon een doorzichtig doosje kopen. En eventueel zelf nummertjes erop zetten. Dus misschien dat ik dat ook nog wel ga doen als er geen doosje is. Voor de nummers 1 tot en met 10. Maar ook dit doosje ziet er... als je het mij vraagt, gewoon prima uit. Dan waren dit alle pakketjes die ik bestelde op AliExpress. Ik vind het leuk dat ik deze video eindelijk heb op kunnen nemen omdat het zo lang duurde. Ik ben zeker van plan om in de toekomst wel weer een bestelling bij AliExpress te gaan plaatsen. En ja, ik ben eigenlijk over de meeste spulletjes wel tevreden wat ik heb gekocht. Ik heb natuurlijk nog niet alles getest, maar nou ja, goed. Dat ga ik nog wel meemaken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je voor nu ook heel erg bedanken voor het kijken. En mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kun je je gratis abonneren op mijn kanaal. Als je ook op het belletje drukt, dan krijg je gelijk een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Zodat je eigenlijk helemaal niks meer hoeft te missen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!